En we zijn live. En we zijn live, wonderzoekers! Lou en Sof hier. En dit is even een kleine intro voor ons wonderzoek-experiment nummer 3 van onze Lab of Attraction. Die echt hilarisch is geworden. Hij is echt... Nou, sowieso, hij is hilarisch, maar hij was ook echt ongelooflijk cool om te doen, omdat je... Ik denk dat wat we tot nu toe gedaan hebben, dit het meest inzichtelijk maakt. Ja, ik vond deze het allerleukste. Ik heb op het diepste niveau tot nu toe zeg maar het gevoel gegeven van... Oh my god, kijk hoe het werkt. Dit maakt hem echt, echt, echt zichtbaar. We gaan het eerst even hoorbaar maken. Komt-ie. This is for the players. Come on. Finger to the moon. What you're trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, now play it. For the players. Look out, guys. Showtime. Was natuurlijk showtime. Ja. We hadden hem even moeten laten doorlopen. 24K magic. In the air. Want magic is in the air. Als je met dit experiment mee gaat doen... en we doen dus eventjes een kleine intro voor de podcast. Want we hebben hem opgenomen als video en als podcast. Hij is, ik denk dat hij goed te doen is als podcast. Ik denk dat je goed kunt begrijpen wat we aan het doen zijn. Daardoor is het wel zo dat er op een gegeven moment even een stukje stilte is. Ja. Want dan zijn we twee minuutjes letterlijk of zo aan het doen... Ja. Dus die kun je gebruiken om even je eigen aandacht te richten op daar waar je je aandacht op wil richten. Ja. We hebben gedacht aan, moeten we het editen? Moeten we er muziekje onder zetten? Moeten we dit? Maar we zijn allebei van de one takers. We zijn allebei van goed genoeg. En we gaan uiteraard een link erbij doen naar de video. Ja. We hebben inmiddels een echt laboratorium gebouwd voor in Rusuku. Ja. Voor degene die met elkaar deze experimenten willen doen. Daar komt uiteraard ook de video. En we gaan hem linken naar Sof, de podcastshow. Want zij loodt haar podcast op met Lipsyn. En daarin kan je wel zowel geluid als video uploaden. Dus dan kan je hem ook even via Sof podcast kijken. Ja. Maar we denken wel dat die te doen is als podcast. En wat je gaat doen vandaag, als je meedoet, en we vinden het serieus ongelooflijk leuk. Eigenlijk moet je meedoen, want deze is gewoon briljant. Ja, hij is echt wel. Hij maakt dingen wel echt heel inzichtelijk in. Dat je denkt, het is best belangrijk wat ik denk. Het is best belangrijk dat ik zelf zorg dat ik denk wat ik wil creëren. Want deze maakt het... bijzonder zichtbaar. Dus je bent van harte welkom om mee te doen. Voor dit is het Albie Einstein principe wonderzoek experiment nummer 3. Gebaseerd op E-squared van Pam Groot. En je hebt nodig ofwel twee metalen kleerhangers. Ja, of ijzerdraad. Of ijzerdraad, want wij hebben de kleerhangers gebruikt en dat was niet per se nodig. Dus als je ijzerdraad hebt in de schuur of in je kast, dan gebruik je gewoon dat. En je hebt een rietje nodig die je doormidden kan knippen of twee rietjes. Nou, de rest leggen we ook uit in deze podcast. Dus 24K Magic in the air. Ja, heel veel players. Ik hoop dat jullie spelen. Dit is echt een spel. Het is serieus. Het is ook gewoon leuk om er een video van te maken en die in het lab op te laden. Ja, volgens mij kan dat echt toch? Echt zwaar. Ik hoop echt dat jullie dat doen. En dank voor iedereen die meedoet en jullie enthousiasme en het delen en de verwondering en de OMG's die rondvliegen in het lab en over Instagram en bij Sof. We genieten er heel erg van. En we genieten er ook vooral van dat Lou lekker het lab kan doen en dat ik de social media kan doen. Want ik zie wel dingetjes langskomen in het lab, maar omdat ik al zoveel social media doe, Lou dan daar antwoorden en ik in de social media. Het is een perfecte combinatie. Ja. Het is echt want ik vind het ongelooflijk leuk om van Sof alle screenshots te krijgen van wat er online gebeurt. En ik voel tegelijkertijd de enorme rust en het dankbaarheid voor daar niet meer de hele tijd aanwezig hoeft te zijn. Dat Sof dat doet, echt halleluja. Dat jullie allemaal meedoen, halleluja. Ja, super cool. Ik hoop dat ik straks allemaal screenshots krijg van Sof over allerlei
toverstokjes die voorbij vliegen over Instagram. Zometeen gaan we nog op vliegende tapijten. Who knows? Ah, mijn broertje zei, jullie zijn net Jiske vet. Want die zat gisteren naar die video te kijken. Die lag helemaal dubbel. Thanks, bro. Echt leuk. Ik vind dat een hele goede... Ik vind het perfect om de Jiske vet van de manifestatie te zijn. Cooler dan dat wordt het eerlijk gezegd niet. Van Coat en de Bee mag ook nog. Ja. Maar toen was Sof geloof ik net geboren. Ik ken ze wel. Dus jongens... Enjoy. Enjoy. Ciao. Dag. Hallo. Welkom bij The Lab of Attraction. Ik ben Lou. Ik ben Sal. En we zitten hier, we zijn aan het podcasten, we zijn aan het video's maken, we zijn experimenten aan het doen. We dachten, we doen het allemaal tegelijkertijd. Want we zijn bezig in The Lab of Attraction met het boek van Pam Groot, E-Squared. This one. This one, als je hem op video ziet. Vandaag maken we even een video ervan, omdat we een echt experiment gaan doen wat je moet kunnen zien. We gaan het Albie Einstein principe doen. En dat, daarvoor heb je nodig twee hangers, van die ijzeren kledinghangers. Dat kan je niet zien op de podcast, maar daarom hebben we even een filmpje voor je gemaakt. Wel in de werkbladen die we erbij gemaakt hebben. Lou heeft die gemaakt. Het schatje. En een rietje, want wij gaan van deze... hangers, toverstokjes maken. Let maar eens op. Het principe van vandaag is dus het Albie Einstein principe. De theorie daarvan is, dit is wonderzoek nummer 3, dus experiment nummer 3 uit E-squared. De theorie is, jij bent een energieveld in een nog groter energieveld. De vraag die je daarbij stelt is, zou het waar zijn... Dat, oh kijk, dat is leuk als je je eigen dingen gaat voorlezen, dat niet helemaal klopt. Zou het waar zijn dat uit dat ik uit energie besta? Ja. Even de tussenschrijven straks. De hypothese van dit onderzoek, van dit wonderzoek, is... Als ik energie ben, kan ik mijn energie sturen. Echt leuk dit. Ja, dat is wel echt heel cool. En de benodigde tijd is 2 uur experimenteren, zegt zij. Wij dachten, zat er wel meevallen. Doen we in een kwartiertje. Maar ik denk dat dat niet waar is. Wat je nodig hebt is 2 metalen kleerhangertjes. Wij hebben ze gehaald gewoon bij de stomerij, als je ze niet zelf hebt. Je moet namelijk die ijzeren bovenkantjes uit elkaar gaan slopen. En een vriendin van mij had te dikke dingetjes, dus die heeft ijzerdraad gebruikt. Kan volgens mij dus ook. Oh, ja, dat was natuurlijk sowieso veel makkelijker geweest. Dat heb ik ook. Maar wij zijn heel brave studenten. Wij doen dit natuurlijk keurig zoals het in het boek staat. Misschien is dat überhaupt makkelijker. We gaan het zien. Maar was het wel stevig genoeg dan als... Ja. Oké. Okay. Nou, wij hebben dit experiment zelf nog niet gedaan. Zelfs nog nooit gedaan. En het was ook onze uitdaging om het gewoon voor de camera te doen. Zowel het maken van de stokjes, dus daar maken we nu eerst een video over. En dan maken we een andere video, denk ik, voor het experiment zelf. Ja. Toch? Ja. Dus dit is de video over hoe maak ik een toverstokje. Het wonderzoek zelf, ik zou zeggen, lees het even, want dat heb ik helemaal voor je uitgeschreven. En dit zijn namelijk 2 blaadjes. En even kijken hoe we ze... Oh ja. Want wat gaan we doen? In dit experiment ga je aantonen dat jouw gedachten en gevoelens ook energiegolven creëren. Je gaat het volgende doen. Neem 2 metalen kleerhangers. Check. En draai de hals van elke hanger los, zodat je 2 rechte stukken ijzerdraad krijgt. Dat zijn je Einstein toverstokken. Nou, dat is wat we gaan doen. Jij kan ongetwijfeld weten hoe je dat moet doen als je wil gaan fast forwarden. jij hebt hem al los. Kijk, dit is natuurlijk leuk. Oh, power. Ja. Power. Aha. Aha, aha. Ik hoop dat je zo meteen een leuk muziekje hebt voor je onder. Ja. Tutututututu. Ik kan het ook zelf zingen. Nou, als je in de podcast zit, dan ben je het... jammer. Ja, dan zit je hier heel lang te wachten op. Dat we dat ook niet gaan doen misschien. Nee, maar iTunes. Ik heb dus gezien dat je ook met beeld op iTunes kan doen. Oh, serieus? Ja, dat doet die... The Crash Course in Miracles doet wel eens video's. Dus dat nu het zegt. Ik heb een podcast gedaan met Patrick. En hij doet hem zowel voor zijn podcast als ook voor zijn YouTube-kanaal. En dat kan je volgens mij daar ook op zetten. Anyways, nu heb ik dus... Oh, bok.
Het is maar goed dat ik een veiligheidsbril op heb, Vinnie. Daarom zijn ze er. Daarom zijn ze er. Dat is goed over nagedacht. Dus zet je veiligheidsbril op. Maar kijk, ze zegt zodat je twee rechte stukken ijzerdraad krijgt. Ik weet niet. Definieer recht. Je moet ook, als je het samen doet, vooral ook een experimentenbril op. Jeez. Ja, please. Daarom hadden zij dus bedacht van we doen gewoon ijzerdraad. Ja, dat is best een goed idee. Jongen. Ja, want het is nu volgens de bedoeling dat je dat toverstokje erin doet. Nog niet. Nee, dit wordt je toverstokje. Je maakt hem recht. Ja. En dan maak je er vervolgens een L van ongeveer 30 centimeter langer stuk. En dan maak je een... Kan ik niet zo doen? Alleen dit moet dan iets rechter. Ja, dat moet dus rechter. Ja, dus dat één stukje moet... Ja, want nu heb je een heel rietje. Maar je moet eigenlijk het rietje door de helft knippen. Oh, ja. Jeetje. Jeetje. Ik vind dit ook... Ja, ik denk niet, misschien dat in Amerika hele andere... Dat zei Jennifer zegt, maar hij zegt zo. Hebben zij in Amerika hele andere... Hele inimini-pielepeuter. Ja, want ze zegt, dat is niet echt handig hoor. Ik zeg, ja. Ja, ze zijn misschien wat dunner. Terwijl ze in Amerika is alles dikker. Behalve de ijzerdraadjes voor je kleerhangers. Maar dit is wel 30 centimeter. Ja, maar dit is veel langer dan 30 centimeter. Dus ja. Je handvat zou... De helft van... Er moet een half rietje zijn. Oh, maar... wacht even. Want hier gaat het rietje aan. Of gaat hier het rietje aan? Het rietje gaat aan je handvat. Oh. Dus kijk, je moet zo meteen... Heb je hem zo. Oh, ja. Dit. Omdat ik zeg, het is recht. Dan kan ik hier toch een handvat van maken. Zo. Doe ik hier het handvat. En dan heb ik hier... Maar dan moet dit er afgeknipt worden. Ja. Oftewel, je kunt ook gewoon ijzerdraad nemen. Zo gaan ijzerdraad even pakken van meteen? Heb je ijzerdraad eigenlijk? Ik heb ijzerdraad maar in de schuur. Hmm. Kijk, maar zo moet je hem hebben. Okay. Maar eigenlijk is dit zou dus eigenlijk 15 centimeter moeten zijn. Ja. En dit moet 30 centimeter zijn. Maar wij hoeven natuurlijk maar één te maken. We hebben nu twee gedaan. Ik pak nog even, dan pak ik nog een rietje. Want dan pakken wij gewoon... één rietje moet dus nu om je handvat. Ja. Momentje. Dan nemen we gewoon een heel rietje. In plaats van een half rietje. Camera. Yes. Dit zijn de mad scientists. Dat heb je wel in de gaten. Nou, ik doe mijn even weg hoor. Wat nee, jullie moeten die voor jou hebben. Want anders moeten er twee. Ja, niks ervan. Ik wil niet meer. En ik vind het nu al stom. Nou, wij ook. Dus het komt heel goed uit. Dit is wel ook heel leuk als je kinderen hebt. Om dit natuurlijk samen met je kinderen te doen. Ja, weet je wat heel cool is? We krijgen mailtjes van mensen die het samen met hun mannen en kinderen aan het doen zijn. Dat vind ik echt... Het idee alleen al vind ik zo tof. Dit is natuurlijk echt heel leuk. En hoe cool is dit om dit inderdaad met je kinderen te doen? Dat je kunt zien... Ik heb zelfs een familie-app. Want wij waren op mijn 90ste verjaardag van mijn oma dit weekend. En toen wilde ongeveer de hele familie meedoen. Dus ik heb nu een Lab of Attraction familie-app. Oh, echt? Ja. Heel leuk. Cool. Ja, wij gaan nu toch een plek creëren waarbij je kan reageren en jouw dingen kan delen. Want het is zo, wat er nu ontstaat is zo ongelooflijk leuk. Wij zaten heel Nederland manifesteerd. Dacht, dat is een nieuw leuk programma. Dus voor iedereen die kijkt van, waar is het van? SBS6. Ja, je kan nog bellen. Je kan nog bellen. dit is dus onze toverstok. Oké, maken we er... Een hele podcast van. Want nu, we kunnen ook meteen het experiment doordoen. Ja, we kunnen doordoen. En ik kan hem ook aan elkaar vastplakken natuurlijk. En anders van elkaar losmaken. Ja. Want dan hebben we geen intro. Ja. Kijk, zo gaat dit. Als je denkt, zij hebben alles voor elkaar. Zij weten precies wat ze doen. Not really. Think again. Zo werken we met alles. Dus, welcome. Oké, maar we gaan dus met één stokje werken? Nee, we moeten twee stokjes hebben. Want je moet ze zo meteen naar elkaar toe laten. Maar dat mag er aan blijven, het friemeltje. Ja, dit zou eigenlijk door moeten gaan voor recht. Maar het gaat erom... Kijk, ik ga even verder voorlezen wat we gaan doen. Ja, juist even uitleggen. En als dit wel de intro is van de video, wat heel goed zo kan zijn, denk het eigenlijk wel. Dan kan je gewoon even fast forward als je hem al hebt. Dan ga je namelijk... Dit wordt je revolver. Je wordt een revolverheld. Dit is je toverstok. Ja. Om dat te zeggen, god van de... En dat rietje doe je eromheen, zodat hij heen en weer kan sweepen. Want hij moet wel heen en weer kunnen sweepen. Want anders werkt je experiment niet. Ja, want je moet zeg maar met je energie ga je dat ding aansturen. Ja, dus je moet eventjes... En dit hebben we dus nog niet eerder gedaan. Definieer recht.
We zijn Swinestein, maar dan anders. Oké. Doe nu net alsof je een revolverheld bent door de toverstokjes op borsthoogte en zo'n 25 centimeter van je lichaam af te houden. Eerst zwiepen ze ongecontroleerd heen en weer. Als ze gestopt zijn, kun je met het experiment beginnen. Houd je blik naar voren gericht en denk aan een vervelende gebeurtenis uit je verleden. Afhankelijk van hoe sterk de emotie is die je daarbij voelt, recht naar voren blijven wijzen. Dan zijn ze zwakke emoties. Als er niks gebeurt en je denkt aan iets vervelends en het is een zwakke emotie, dan blijven ze recht naar voren wijzen. Of zich met de uiteinden naar elkaar toedraaien. Dus dan krijg je het. Kom juist met je uiteinden. Dan krijg je dit. Automatisch die kant op. Betekent dat ik heel negatief ben vandaag? Niet zulke conclusie. Dit is empirisch onderzoek wat we hier doen. Maar dit is trouwens wel, dit is wel heel leuk dat je dat nu zegt. Want dit, ik dacht namelijk al toen, maar ik wist natuurlijk dat wij vandaag het experiment gingen opnemen. Toen dacht ik, oh zo, kan dit vast veel beter dan ik. Maar dan gaat het inderdaad, ze gaan met een negatieve emotie, gaan ze of ze blijven recht als het een zwakke emotie is, of ze buigen naar elkaar toe. Oh. Omdat dat is heel positief, want dat gaat heel erg naar buiten. Als je naar buiten gaat, is positief, ja. Want dan gaan de elektromagnetische banden om je lichaam, die samentrekken door je negatieve frequentie, die wordt opgewekt door de pijnlijke gedachten en de emoties. Hmm. En daarna ga je hetzelfde doen met positieve emoties. Dus, ik ben positief. Ik ga nog die kant op. Ja, kijk, we gaan het zo. Oké, we gaan beginnen. We gaan het zo doen. Ja, maar het is dus enorm lang, dit. Ja. Je moet dus, kijk, nu kunnen jullie eigenlijk onze lapjas een keertje. Onze lapjas. Kijk, ze gaan nu. Daarom heb je die rietjes erom. Dit worden je handvatten. Dit zijn je toverstokken. Dus ja. Positieve emoties zijn naar buiten moeten gaan. Je moet ze eerst even laten uitswiepen. Totdat ze steady zijn. En dan moet ik dus nu iets, aan iets negatiefs denken. En je moet er twee vast hebben. Je moet er twee vast hebben. Daarom heb je twee voor één persoon. Ja. Heb je er twee nodig. Okay. Maar wil jij eerst? Ja hoor. Ja, goed. Fijn. Ja, nee, ik ben de assistent van Sof. En je moet even je handen zo. Als, even kijken hoor. Hey, wat hield er mij op? Oh, mijn camera hield er mij op. Oh, gelukkig hebben we de telefoon nog. Ja, je moet je toverstokjes op borsthoogte houden, zo'n 25 centimeter van je lichaam af. Zo. Ja. En dan gaan ze eerst nog even heen en weer sweepen. En als ze steady zijn, dan ga je blijf je recht vooruit kijken. En de eerste is een vervelende gebeurtenis, hè? Ja, houd je blik naar voren gericht en denk aan een vervelende gebeurtenis uit je verleden. Oké. Okay. Maar zijn ze al uitgesweept? Mijn is nog steeds aan het sweepen. Ja, of je denkt al iets aan iets heel vervelends. Ja, zodra je vervelend bent. Ja, maar ik moet zijn, zeggen, eigenlijk moeten dit, ik denk dat dit ook gewoon echt dikker is. Dat de rietjes dikker zijn. Je moet, als je nu aan iets vervelends denkt, dan blijven ze of recht naar voren met een zwakke energie, of ze gaan naar elkaar toe. God, wat moet ik aan denken? Kijk, dat alleen al, je negatieve energie, wat een goede dag! Nou, dus je hoeft dus maar te denken, maar god, waar moet ik aan denken? Ja, dus alleen dat al. Nee, oké, okay, ik denk aan nog iets negatiefs. Ja, nou ja, ze kruisen wel. Ze kruisen wel. Kan je nu hier vandaan naar positieve gaan en gaan ze dan uit elkaar? Jij moet recht naar voren blijven kijken. Ja, ik moet even bedenken wat ik aan ga denken. Maar ja. Dan toch die licht uit moeten zetten. Kijk, dan gaat die al. Ik doe mijn ogen even. Ja, gebeurt er wat? Ja, man. Ah! Holy fuckers! Kan je het zien? Nou, moet je kijken, je ogen is open. Ik dacht aan vlinders. Oh, dan moet ik weer dit aan vind ik wel heel cool. Nou, moet ik weer aan iets engs. Ja, wat je vervolgens kan doen. Wat je dus ook kan uitproberen. Is. Dit is zo leuk, oh my god. Echt heel leuk. Oké, wat je nu kan doen, dan moet je zorgen dat ze weer even gewoon. Dat ze weer naar voren gaan. Dus je kunt met negatieve energie naar voren doen. Maar je kunt ze ook gewoon misschien weer naar binnen zetten. Maar het is wel leuk om te zien, ja, als je dat doet. Het werkt gewoon echt. Hij gaat er naar binnen toch? Wauw, ja zeker, ja. Hoe tof kan dat? Ze dacht aan mij, denk ik. Ja, ik dacht Loe. Loe
laat mij weer als eerste. En wat gebeurt er nu bij mij? Denk ik, oh ja, Sophie die kan het wel en dan moet ik nog. Maar wat je nu gaat doen, als je ze in het midden hebt, ja, dan kan je, blijf jij weer naar voren kijken en concentreer je aandacht op een object dat zich helemaal rechts of helemaal links van je bevindt. En zie hoe de toverstokjes je gedachten volgen. Hoe meer je hiermee speelt, hoe makkelijker je de trilling voelt veranderen als je de ene frequentie overschakelt op een andere. Daar moet ik er naar kijken of alleen naar kijken? Nee, jij kijkt naar, recht naar voren. En ik denk aan het koeienkleed dat buiten ligt. Bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. Is het kruid of het gaat goed. En kan je nu, haal je oog eens dicht. Ja. En nu, denk nu eens aan de keuken bijvoorbeeld. Ik ga iets een theekoker drinken. Los. Die denkt thee. Waar is de thee? Nou, links voel ik gewoon die kant op. Ja, maar dat is ook wat ze zegt. Dat je het op een gegeven moment kan voelen. Links gaat ook helemaal die kant op en rechts is nog een beetje aan het twijfelen. Zijn ze er? Ja. Oh my god. Oh ja, ik zie hem gewoon aan. Tof, hè? Oh. Heel tof. Ik ga wel even door doen. Het is zo warm. Ah, oh, wat cool. Nou, dit is echt voor iedereen die twijfelt. Ja, echt voor mensen die sceptisch zijn. Dit moet je gewoon proberen, want je voelt gewoon letterlijk wat er gebeurt. Heel tof. Ik zit te kijken en denk, oh, we hadden wel het licht op moeten zetten, want het is hartstikke donker als wij zo ver weg staan. En nu moet ik. Ja. En dit is natuurlijk waarom ik eigenlijk liever eerst was gegaan. Of nu heb je nog meer pressure. Ja, ja, serieus. Dit is, maar dit is precies ook, denk ik, wat... Waarom ligt jouw blouse, de blouse op de grond? Of nou, je duur mooie blouse. Dus even heads up, de hondjes, de deur staat open naar buiten als er buiten geluiden komen. En daar gaan we hondjes op reageren. Oké, okay, dus we gaan eerst... Ik ga eerst aan iets negatiefs denken. Nou, ik zie ze al gaan hoor. Ze zijn allemaal gekruist. Ja. En ik heb nu gewoon de emotie gebruikt. Weet je, dat ik dacht, oh zo kan het veel beter dan ik. Zal je zien dat het bij mij niet lukt. Dan krijg je natuurlijk. Want dit is wel wat er gaat gebeuren. En daarom denk ik dat het ongelooflijk leuke experimenten zijn. Ja. Je maakt gewoon letterlijk zichtbaar wat er in jou speelt. Ja. En je hoeft ook niet te twijfelen dat je dingen kan. Het is de twijfel die ervoor zorgt dat het niet lukt. Ja. Maar dit was was dus ook niet een geveinsde emotie, helaas. Ik denk, het zal van alles beter dan ik. Ik ben zo goed. Nou, bij mij natuurlijk niet. Maar let op, wat ik nu ga manifesteren. Iets positiefs, hè? Ik zal er een leuk muziekje onder doen. Oh ja, fijn. Nou, deze kant die is het ernstig eens met je positieve. Ik ga voel me helemaal shaken. Ja. Je voelt die energie ook echt, hè? Echt, joh? Ja. En ik maar zeggen dat ik niet mystiek ben. Ja. Hartstikke mystiek. Ja, we staan toch echt naar buiten. Echt heel tof.
Het is echt heel tof. En je doet echt niks zelf. Want je denkt heel snel, oh, ik doe dat zelf. Ja. Nee. En goed, je doet het uiteindelijk ook zelf. Ja. Maar je doet niks met je handen. Dus je voelt ook, omdat je die rietjes hebt, en zit erin. Je voelt dus ook echt zo, je voelt dat ze gaan draaien. Dat is echt en dan zitten onze rietjes ook nog relatief strak om de dingen heen. En de bedoeling is dat ze een beetje, dat ze ook de ruimte hebben om te sweepen. Ja. Echt heel tof, guys. Serieus. Ja, dit kan helemaal niet kapotkast zonder beeld. Dit moet je met beeld doen. Dit moet je met beeld doen. Ja. En ook, het is, nou, die andere hebben we natuurlijk gezien. Je moet nog naar buiten. Ja, zou ik het wel even doen? Ja, tuurlijk moet je naar buiten. Zo makkelijk kom je er niet van. Ja, precies. Roe denkt, oké, we zijn aan de onderwerp. Oké, goed. Ga ik kijken welke kant je op aan het denken bent. Maar naar buiten. Ja, ik ben naar het strandje aan het zwemmen. Oh ja, maar het is niet zo slim. Ik kan veel beter daar doen. Het strandje is daar. Nou, daar wijst hij ook heen. Je meerkoet dingetje. Ongelooflijk. Hè? Oh, dan gaan ze de andere kant op. Steeds heel erg trillen. Ja. Die gaat ook heel snel. Want die zit al lang in de keuken. Ah ja. En die rechter die zit nog ergens. Die wijst naar jullie. Ja. Had ik volgens mij ook met die rechter. Ja, misschien heeft deze ook minder ruimte om te zoeken. Ja. Oh, nou daar gaat hij. Zie je? Even surrender en hoppakee. Het is wel echt heel tof. Ja. Heel erg. Dit is wel echt heel tof, jongens. En ik vind het ook wel echt heel leuk dat we niet vooraf hebben gedacht. Gedaan. Nee. Okay. En we dus wel dachten dat je dus wel, je neemt dus ook echt je twijfel mee. Je denkt, oh ja, zou je zien, je leest al die verhalen. En daarom denk ik dat we wel hadden net overlegd even dat het misschien toch een goed idee is om een plek te maken waar iedereen kan reageren. En het zou natuurlijk heel tof zijn, juist omdat dit natuurlijk filmpjes zijn, dat je daar met beeld bij kunt reageren. Oh, dat is wel heel leuk. Dus, dat kan in Rusuku. We dachten, maken allebei onze programma's in Rusuku. En in Rusuku kunnen we ook heel makkelijk dus we dachten, we maken in Rusuku een Lab of Attraction. Dit is ons derde wonderzoek. Ja. We zullen zorgen dat er eentje komt al vanaf wonderzoek 2. Zodat je, want we krijgen zoveel berichtjes en mensen zeggen, waar kan ik reageren op de podcast? Want ik heb hier een foto van dat ik mijn badmatje staat ineens E2 op die noppen. Oh, die was op zoek naar de sign. Waar kan ik reageren? Dat ik dacht, het is toch wel. En wij hadden hadden wij gezegd, laten we zorgen dat je niet kunt reageren. Want doordat je niet meteen kunt reageren ergens op, moet je het zelf doen. Maar de behoefte, daarom is dit zo leuk om te doen, denk ik, dat je kunt mee. Ja. Bewegen. Want een van mijn members heeft dus gewoon een winactie gewonnen in haar 48 uur. Hoe tof. Cool. Ja. Ik denk dat het een. Ik denk dat het. Waar we de eerste podcast nog dachten, nee, ik kan beter niet delen, want dan moet je het wel zelf doen. Maar als je het eenmaal zelf. Dat blijft ook gewoon echt waar. De joy zit ook wel echt in het delen. Ja, ook omdat je. Ja. Daarom vind ik. Wij hebben nu OMG voor de oneindige mogelijkheden Galaxy. Die OMG is gewoon zo goed, want op het moment dat je. Dat het je is gelukt, heb je ook echt dat je denkt, OMG! En dan wil je, dat je de hele tijd denkt, oh, moet je kijken, oh, moet je zien, oh, moet je horen. Dus daar moet wel ineens toch een plek zijn. Dus je moet het wel eerst zelf doen. Maak er een foto van, maak er een filmpje van en deel het dan. Want dan heb je een uitlaat, eigenlijk heb je dan gewoon een uitlaatklep voor je joy. Ja. En omdat toch, je gewoon niet, sommige dingen, je kunt het verstandelijk bedenken, je kunt hopen dat het waar is. En ook, maar het is wel ook zo, er zijn ook bij die denken, met name met de eerste, met ik weet niet zeker of dit nou wel echt een sign was. Ik weet niet zeker of dit nou wel. Die eerste heb is ik best het nou wel goed gedaan. Betreft, ja. Bij de tweede kan je al veel makkelijker weten. Ik heb het wel of niet goed gedaan. En bij dit kan je het letterlijk zien. Ja. Dus wij gaan zorgen dat er een plek komt waar je kan delen. Waar je ook dus de reacties van anderen kunt lezen en zien. Als er daar tenminste gebruik van gemaakt wordt. Want het versterkt het geloof in dat het ook werkelijk mogelijk
is. Ja, dat is ook wel leuk, want dan kan jij het ook weer delen met misschien familie of vrienden. Dan kun je allemaal in die Ruzuku en dan gewoon... Ja, heel tof. En sowieso, en wat jij nu net een familie-app hebt gemaakt. Ja. Mijn dochter is ook weer aan het meedoen. Weet je, het is zo... het is letterlijk aanstekelijk. Ja. En het is letterlijk aanstekelijk. En het allerleukste vind ik dat dit is echt... Het kost niks. Nee. Het kost letterlijk niks. Het kost ook letterlijk niks om het mee te doen. Het levert wel heel veel op. Het levert ongelooflijk veel op. Het levert je heel veel joy op. Het levert je heel veel vertrouwen op. Want dit is de reden waarom wij überhaupt zijn gestart. We hebben heel veel vertrouwen nodig in de keuzes die wij aan het maken zijn business-wise. Of eigenlijk die we juist dus niet maken. Om te vertrouwen op dat het goed is. En dat je gewoon die joy kunt volgen. En dat je dat het universum je echt komt brengen wat jij denkt. En hoe sterk dus je gedachten zijn. Dus je kunt denken aan iets positiefs. En je ziet die dingen naar buiten gaan. Ja. En dus dat betekent dat als jij je vooral focust op... Nou ja, whatever jouw joy geeft. Vlinders, whatever. Dan komt er dus meer positiviteit naar je toe. Ja. Dat is, daar is het waar het voor bedoeld is. Ja. En ook, je kunt maar één gedachte tegelijkertijd hebben. Je kunt niet aan iets negatiefs en aan iets positiefs tegelijkertijd denken. Je kunt maar aan één van de twee denken. En het is aan ons om te kiezen voor dat wat... En nu kan je het zien. De reden dat het naar buiten gaat is omdat je je frequentie... Dat je je verruimt alles. Het is letterlijk geestverruimend. Het is je hart gaat er wijd van open. En ik zeg altijd zo en zo. Ja. En het is ook echt zo. Dus dat is wel heel cool. Ja, je voelt ook het verschil tussen de... Het is ook bijna een gevoel van dichtgaan of opengaan. Ja. Maar dan voel je ook, op dat moment voel je ook... ik had natuurlijk gebruikt over, zo kan het vast veel beter. Of zal je zien dat het bij mij niet lukt. Of weet je, al dat soort dramatische gedachten die we heel allemaal hebben. Heel dramatisch zou het geweest zijn. Ja, nee, maar dat zijn de dingen waar we ons enorm mee... Ja, druk over maken. Ja, dat je denkt, ik zou wel weer de enige zijn die ik niet kan. Ja. Of bla, bla, bla. Maar je voelt ook letterlijk dat je dichtgaat, terwijl... Bij het andere voel je dat het open gaat. En door het te delen, weet je ook dat het mogelijk is. Dus, en wat is ook wel cool, van wat jij ook zei, ik ga letterlijk shaken. Maar je voelt ook, je wordt ook een beetje misselijk. Je voelt ook echt die energie. Ja. Je voelt die energie sterker. Het is echt wel heel tof. Ik vind het ook heel leuk dat we dit nu gedaan hebben. Want dit was wel degene waar ik het meest... Dat ik dacht, wel gedoe. Ja, maar ik vind het tot nu het leukste. Ja, omdat je het gewoon zo zichtbaar krijgt. Ja. As we speak. We hebben dus weer werkbladen. We doen ze bij de podcast op de website. Ook daarvan, je mag ze gratis van de week. Dit kun je allemaal gratis manifesteren. Yes. Gratis is dus ook... Je hoeft niet je e-mailadres achter te laten en je alleen gegevens. Voor de zoek wel. Voor de zoek wel. Als je mee wil gaan doen... een plek waar je wil gaan delen... moet je wel je e-mailadres achterlaten. Want anders kom je er niet in. Nee, maar dat is dan weer voor... Dat is waar. En dat is waar. Maar dat is toch steeds... gratis ook zo'n de course is gewoon energie, weet je? Ze kunnen gewoon meedoen. Ja. Alleen als je in Ruzuku wil meedoen, geef je e-mailadres en daarvoor krijg je dan gratis nog meer inspiratie van ons. Dat is toch zo. Maar je komt niet op onze e-maillist, je komt niet op, er gebeurt verder niks met je gegevens. Het is alleen dat jij akkoord geeft voor het feit dat je mee kunt doen met deze experimenten, zou ik dan denken. Ja. Dus wij creëren in ieder geval een plek waar je kunt delen. En wij blijven dit met je delen, dit hele wonderzoek. De rest kan je dus overal zelf vinden, overal zelf doen. We kregen mailtjes van mensen die het allemaal uitgeprint hebben en ergens in een zonnige weide liggen om het te lezen en het te gaan doen. Het is zo leuk om te lezen wat het weer met jullie doet. En de joy, het is enorm. We gaan op naar experiment 4. Wij gaan op naar experiment 4. Wordt vervolgd. Ik weet niet of we daar iets voor nodig hebben. Ik denk het eigenlijk niet. Ik heb het even niet helder. Volgens mij niet. Wordt vervolgd. Superleuk dat je hier naar hebt gekeken. Ik ben heel benieuwd of je mee gaat doen. Je hebt dus niet per se een hanger nodig. Je kan het ook met ijzerdraad doen. Misschien is dat zelfs wel makkelijker. Als je dat in huis hebt liggen, use what you already have. Ja. Dus, lieve jongens, wonderzoekers, we sign off. Tot de volgende keer. Hoe cool, hè?